Nog minder dan 48 uur en dan gaan we terug in de tijd, namelijk naar Chapter 1 Season 5. Een aantal uur geleden zijn er ontzettend veel leaks gedropt en die ga ik in deze video met jullie behandelen. Er is ontzettend veel informatie naar buiten gekomen, dus stay tuned. Druk natuurlijk eventjes als eerste op het duimpje omhoog, daarmee support je namelijk heel erg deze ochtendvideo. Abonneren kan niet beneden, zak te veel vragen, we gaan direct beginnen. Ja, eventjes een korte terugblik naar Season 5 in Chapter 1, waar we dus nu naartoe gaan. Jullie zien hier onder andere de trailer voorbij komen met natuurlijk super dikke skins. Eigenlijk het beste seizoen van heel Fortnite als je naar mij vraagt. Het seizoen met natuurlijk Kevin the Cube en nog veel en veel meer. We gaan daar dus naartoe en we hebben de eerste leaks gekregen. We hebben er in totaal 5 en op die plaatjes... Ja, daar staat superveel informatie op die ik dus helemaal heb uitgepluist. Dus we gaan eventjes stuk voor stuk langs. Dit is de eerste teaser en we zien ontzettend veel op dit plaatje als we een beetje gaan inzoomen. We zien natuurlijk als eerst ja, 2 nieuwe skins of eigenlijk 3 nieuwe skins. We zien namelijk de Peely skin moet ik zeggen. Ik wou banana skin zeggen. We zien de Cuddle teamleader ook in een andere variant. Ik weet niet of dat iets te maken heeft met Halloween, maar die ziet er best wel creepy uit. En... we zien ook Ragnarok, zien we rechts onderin. Tenminste, de horns daarvan. Daar kom ik zo meteen in een andere teaser nog wel eventjes op terug. Want daar is die beter te zien. Maar goed, dit zijn skins met net een andere variant. En dat is waarschijnlijk met de reden dat ze een Battle Pass gaan uitbrengen met... Chapter 1 skins, maar dan met een andere variant. Dus dat gaat super tof worden. Bepaalde skins kun je dus een soort van weer unlocken. Maar ja, dan natuurlijk net iets anders hoe die eruit ziet. Maar dat maakt niet uit. Super tof dat we nog een keer die kans gaan krijgen. Daarnaast zien we natuurlijk de shopping cart. Ja, de shopping cart die gaat terugkomen. Dat is een feit. Er komen nog meer dingetjes aan, maar daar kom ik zo meteen op terug. Maar de shopping cart, super leuk dat die weer eraan gaat komen. Ik hoop niet dat die weer zo glitchy gaat zijn. Want ik weet nog wel dat je met de shopping cart... echt heel makkelijk onder de map terecht kon komen. Dus ik hoop dat ze dat ondertussen wel hebben gefixt. Maar ik denk het wel. Daarnaast krijgen we ook een turret. Die zien we heel ver staan. Dus de turret, die gaan we ook weer krijgen. En ik weet dat niet heel erg veel mensen daar blij mee zijn. Want die is best wel irritant. Maar de turret is er met een bepaalde reden. Daar kom ik zo meteen op terug. En we zien natuurlijk de OG AR. En ja, dat is misschien wel een hele chille toevoeging. De OG AR, een super chill wapen als je naar mij vraagt. Een heel erg makkelijk wapen. Dus ja... die komt waarschijnlijk ook terug in verschillende varianten. Waarschijnlijk weer gewoon een epic variant en een medium variant. Ik weet al die namen niet meer. Ik weet niet eens meer welke variant er van die normale OG AR was. Maar goed, maakt niet uit. Ja, we zijn overgegaan naar teaser nummer 2. En we zien hier direct de baller. Ja, de baller die komt... hoogstwaarschijnlijk ook terug. Tenminste, dit is de teaser, dus ik denk dat dit de baller is. Ik denk dat iedereen het daarmee eens is. De baller die gaat terugkomen. En dat is misschien wel de beste toevoeging. Ja, de baller is namelijk, als je naar mij vraagt, de beste vehicle ooit geweest in Fortnite. Waarmee je super snel door de map heen kon. En we hebben hem natuurlijk ook wel later in een latere chapter gehad. Volgens mij was het chapter 3, als ik het goed zeg. Of chapter 2. Nou, maakt niet uit. In ieder geval, hij gaat terugkomen. Een super nice toevoeging. Daarnaast zien we natuurlijk ook een deel van een skin aan de rechterkant. Ik weet niet precies wat het gaat zijn. Het kan een skin zijn die ik later ga laten zien in een andere teaser. Wat we in de achtergrond zien is Pleasant Park. Je wilt namelijk, dat is het huis uit Pleasant Park. Dus Pleasant Park gaat sowieso een locatie worden die weer terug gaat komen. We weten natuurlijk al wel dat de OG map gaat terugkomen. We hebben dat natuurlijk gezien in een aantal teasers die Fortnite heeft gestuurd naar creators. Dus ja, de OG map gaat terugkomen en daarbij hoort natuurlijk Pleasant Park. Een van de meest iconische plekken in Fortnite, als je naar mij vraagt. Ja, dan zijn we overgegaan naar teaser nummer 3. En hierin zien we het veel duidelijker, namelijk de nieuwe variant van Ragnarok. Jawel, die skin komt er dus sowieso aan. En ja, nogmaals, ik denk dat hij dus in de Battle Pass zit. Daarnaast zien we hem natuurlijk een wapen vasthouden en dat is de LMG. En ja, de LMG, die moet natuurlijk ook terugkomen. Voor de mensen die niet kunnen aimen, is de LMG eigenlijk best wel perfect. Je kunt namelijk spammen wat je wil met de wapen, maar je kogels die raken nauwelijks op, omdat hij waarschijnlijk 100 kogels weer in zijn magazijn gaat krijgen. Dus dat is ook een goede toevoeging als je naar mij vraagt. We zien in de achtergrond, zien we een explosie en ik moest direct denken aan granaten. Dus grenades, die gaan waarschijnlijk
ook weer terugkomen. En we zien, als je heel goed kijkt, zien we dat de bananaskin, die heeft splashes vast. Dus splashes die komen er ook in. En ja, splashes natuurlijk een super chill item. Dus ja, eigenlijk heel erg veel OG items zien we terug. We zien trouwens nog een dingetje in dit plaatje heel erg duidelijk. En dat is dat de nieuwe graphics van chapter 4, season 4, dat die gaan komen naar de oude map. Dus we gaan niet de graphics krijgen van chapter 1. Nee, we krijgen de nieuwe graphics. Maar de oude map die komt hoogstwaarschijnlijk zo goed als terug. Dus dat is ook wel super nice dat ze dat gaan doen. Zo krijgen we bijvoorbeeld ook mantelen. Dat je weet je wel over dingen heen kan springen en zo. En sprinten. Die functies krijgen we ook gewoon in het nieuwe seizoen. Dus die blijven gewoon. Ja, we zijn nog niet klaar. Namelijk, dit is nummer 4. Teaser nummer 4. En wat zien we hier? Nou, we zien hier een Black Knight skin variant. En ja, dit is natuurlijk een skin die we hebben gekregen in Season 1, of Season 2 moet ik zeggen. En dat was een item shop, soort van Battle Pass skin. Je kunt hem in ieder geval niet meer krijgen. Maar er komt waarschijnlijk dus een nieuwe variant aan. En ik verwacht dat dit de tier 100 skin gaat worden uit de Battle Pass. Dus dat gaat ook super dik worden als je naar mij vraagt. Daarnaast zien we de planes. En ja, daarom komt waarschijnlijk ook de turret weer terug. Dus ja, de planes die komen ook terug. Ik weet niet of dat al in het begin is wanneer chapter 1 season 5 gaat starten. Maar in ieder geval, planes komen sowieso later in het seizoen. Komen die erin. Dus dat is ook super nice. En we zien ook een OG glider. Met natuurlijk ook een OG skin. En ik weet niet of dat... Ja, is dat echt een OG skin? Misschien gaan ze zelfs de chapter 1 default skins terugbrengen. Als ik me nu zo bedenk. Het zou heel erg goed kunnen. Ja, en dan gaan we door naar de laatste teaser. En jammer genoeg is het een beetje een tegenvaller. Namelijk, hier zien we nog een deel van die Black Knight skin. Een beetje van de rechterkant. Maar verder zien we hier helemaal niks op. En ja, uiteindelijk zien jullie hier het plaatje. Het zou natuurlijk kunnen dat wanneer ik deze video online gooi, dat er hier en daar nog een plaatje live is gekomen. Dat kan ik natuurlijk niet weten. Maar goed, in ieder geval, dit is wat we nu hebben. En ik moet zeggen, het gaat een super vet plaatje worden. En ook een heel duidelijk plaatje. Met eigenlijk, ik denk dat we bijna alles wel hebben besproken wat hierop gaat komen te staan. Want ja, je ziet van alles een klein beetje. En je ziet het ook inderdaad. Dit wordt gewoon een loading screen waarschijnlijk van de nieuwe chapter. Daarnaast zijn er nog wel een aantal andere kleine dingetjes die eraan gaan komen. Bijvoorbeeld hier teased a Fortnite Competitive. What is your favorite trap of all time? En ja, waarschijnlijk gaan we dus inderdaad de chapter 1 trap weer terugkrijgen in de game. En ik weet dat heel erg veel mensen deze vreselijk vonden. Maar goed, het gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Dus ja, de traps, die kun je zeker weten verwachten in het volgende seizoen. En stel, je bent nou een nieuwe speler in Fortnite en je hebt geen idee waar ik het de hele tijd over heb, over chapter 1 en hoe dat eruit zag. Nou, we gaan eventjes een clipje samen bekijken met een ninja die in 2018 speelde. Jullie zien het hier langskomen. Hij is gewoon, toen was hij in ieder geval een van de beste Fortnite spelers. Nu natuurlijk niet. Maar in ieder geval, hier oont hij echt iedereen met OG wapens. We zien daar al die chille shotgun. Natuurlijk de gouden scar. We zien daar de drumgun. We zien er ook de, hoe heet die sniper ook alweer? Laat even achter in de comments hoe die sniper ook alweer heet. Dat is echt een van mijn favorieten. En natuurlijk ook allemaal andere items. Bijvoorbeeld hier haalt hij die bounce pads en alles. Nou, in ieder geval, hij oont hier echt iedereen. Zo zag het eruit. En moet je kijken wat een verschil. Als je dat vergelijkt met de graphics die we nu hebben, dat is echt een mega verschil. Tenzij je natuurlijk op low quality speelt, dan is het misschien nog wel een beetje hetzelfde. Maar als je op high speelt, dan is het verschil niet normaal groot. Ja, ik moet zeggen, de nieuwe graphics is wel beter als je mij vraagt. De oude graphics zien er wel heel erg simpel uit. Ja, ben je hyped voor het volgende seizoen? Laat dat dan natuurlijk eventjes achter door middel van een blauw duimpje omhoog. Of laat eventjes een leuke reactie achter. Dat wordt ook heel erg gewaardeerd. Abonneren kan natuurlijk ook als je niks wil missen over dit nieuwe seizoen. En je kunt ons natuurlijk supporten in de item shop. Met de code teveelgevraagd. Als je bijvoorbeeld de Battle Pass gaat halen, dat zou super gewaardeerd worden. Stuur hem via Instagram en we reposten hem op onze story. Dus doe dat zeker weten eventjes. En dan zie ik jullie allemaal weer bij een nieuwe ochtendvideo. Misschien wel. Peace out.